Jongens, daar zijn we weer. Sammy Meet een bandetje. Vandaag gaan wij spelen. Map van een kijker. Dankjewel, Sebastian. Wil je nog wat dingen voor me doen? Pinda. Appelmoes. Iets naar keuze van de editor. Ik weet niet wat ik deed. Jongens, leuk dat jullie bij de nieuwe video zijn. Vandaag zijn we weer bij Owen, zijn nieuwe map, de vierde. En jullie kennen het allemaal. Owen is een meester als het gaat om mappen maken. Ik ben hier vandaag met... Niemand, ik ben alleen. Ik ben voor het eerst alleen. Rob en ik hebben ruzie. Ik zal nooit meer spreken, je zal nooit meer in mijn video's zien. Dat is niet waar, jongens. Dit is mijn vierde map alweer. Ik weet dat ik zei dat mijn derde de laatste was. Maar ik verveelde me. Dus hier is de vierde. Alvast veel plezier. Hier komen de regels. Speel in gma. Geen blokken breken. Heb veel plezier. En laatste en de beste. Abonneer op Walnut. Oké, jongens, laten we beginnen. Bup, met de map. Waar zitten we? We zitten in een vliegtuig, lijkt me. Het lijkt op een vliegtuig in ieder geval. We zijn er bijna. We gaan nu de landing... Huh? Ik ben terug in de kamer geteleporteerd. Oh, wacht. Of ben ik geland? Oh, ik ben geland. We zijn geland. Pak een boot buiten en ga mee naar het strand. Oké, ik zie hier een boot. Wat is er aan de andere kant? Ook een boot. Ga ermee naar het strand. Ik denk dat ik daarheen moet, jongens. Vraag je nou af, wat is nou map van een kijker? Het is een map in Minecraft van een kijker. Wow. Wil je nou ook dat ik jouw map ga spelen? Dan moet je hem even opsturen naar... deze e-mail en dan ga ik die van jou ook spelen. En zoals gewoonlijk mogen jullie allemaal een cijfer achterlaten van de map die ik ga spelen. Dus kijk vooral deze wereld. En na afloop van deze video moeten jullie een cijfer achterlaten. Ga de grot in. Ik moet de grot in, jongens. Ik ben met een vliegtuig. Ik ben altijd verhaal, wil ik altijd een beetje in me opnemen. We zijn met een vliegtuig gaan vliegen. We zijn geland hier in de Karani. Op een eiland. En ik moet de grot in. Ik ga de grot in. Hallo, villager. Hoe is het met jou? Hoi, Bart. Wat is er, Bart? Ga je nog iets zeggen of moet ik gewoon doorlopen? Nee, je gaat niks zeggen. Ik ga wel gewoon doorlopen. Zoek het uit, Bart. Zoek het uit. Oké. Spawnpoint is gezet. En nu? Het is donker. Bart, heb je licht voor me? Ik denk dat Bart geen licht voor me heeft. Ik denk dat dit een dropper is, jongens. Dat ik met de dropper naar beneden moet. Want ik zie daar water. Kijk, daar ga ik in één keer inlanden. Erop, hè? Ja. We hebben het niet gehaald. Maar we hebben een spawnpoint, dus we hebben ons geen... weer. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Oké, er zit een dropper in deze map zover. Dat is al hartstikke leuk. Dit ga ik niet redden. Ja! Hoppakee, we hebben het gehaald. Wie is dit? Bob. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben alleen, Max en niet Robin. Waarom zijn jullie hier? Waarom ben ik hier? Jezus, gaat het echt snel. We zijn gestuurd door Bart, die boven is. Hij wou weten hoe het met je ging. Bart heeft helemaal niks gezegd tegen mij. Het gaat goed met Bob. Kunnen jullie een paar dingen zoeken voor mij? Nee, Bob, ik kom alleen kijken. Hoe het met je ging? En Robin is ook vermist. Natuurlijk, wat heeft u nodig? Ik heb een magische steen nodig. Je kan er één halen bij de tovenaar. Maar als je er één wil, moet je een parcours doen. En die is niet zo makkelijk. Moet ik nou een parcours gaan doen? Hopelijk niet te moeilijk, zegt Robin. Ja, maar Robin is hier niet. Bob, je ziet dingen. Robin staat niet daar. Zie jij Robin hier? Zie jij Robin staan? Ik moet een knop zoeken in de grot, maar Bob is al te oud en vergeten waar hij zit. En hij vraagt daarna nog een keer, hallo, waar zijn jullie? Bob, ik denk... Bob, dat hebben we net al gehad. Je hebt dementie, denk ik. Aan de kant, Bob. Je hebt sowieso gewoon een knopje in je huis zitten. Ik weet het zeker. Onder het bed of zo. Bob, heb je geen lampje voor me? Het is hier echt ontzettend donker. En er blijkt hier ergens een knop te zijn. Maar goeie oude Bob weet niet waar. Oh, hier is de ladder. Kijk, Bob. Bob, van jouw POV. Kan je letterlijk de ladder zien? Hoezo? Je weet niet waar die is. Ik heb niks aan Bob, hè, jongens. Je hebt helemaal niks aan Bob. Laten we omhoog klimmen. Laten we de button zoeken. Nou, waar zal die zitten? Hier ergens. Moet ik zeker op het dak. Hoppakee. En bam! Ga open. Oh, ik dacht dat die poort cool open ging. Oké, we zijn... Is dit de tovenaar? De tovenaar. Oh, jezus. De tovenaar praat nog sneller dan Bob. Rustig aan. Ik kan het niet helemaal lezen. Wat willen jullie van me? Wij zijn gestuurd door Bob. Hij zit vast in de grot en hij had iets nodig. Ik moest iets halen voor Bob. Oké, dan weet ik al wat hij wil. Maar om alle ingrediënten te krijgen moet je wel wat doen. Wat moeten we doen? Vraag ik dan, hè. Wat moeten we nou doen? Als jullie het eerste ingrediënt willen, moeten jullie dit parcours halen. Er zijn 3 levels en het wordt steeds moeilijker. Als jullie ze allemaal hebben, krijgen jullie het eerste ingrediënt. Oh nee! Ik ben niet zo goed in parcours, zegt Robin. Nou, gelukkig is Robin er ook niet bij, dus het maakt niet uit dat je slecht bent, Robin. Geen zorgen. Ik ga... Volg mij maar. Ja, Robin, volg mij. Oké, ik weet niet waar je bent, maar volg me maar. De andere dingen krijgen jullie als je een opdracht haalt. Veel succes. En dan vraagt hij nog een keer, wat willen jullie van me? Dat hebben we al gedaan. Je bent net zoals Bob. Je vergeet ook dingen. Oké, laten we het eerste parcours maar gewoon doen, jongens. Ik denk, ja, hij zei dat het eerste makkelijk was. Dus als ik kan gebeuren. Hoort erbij. Oké, laten we dit parcours nog een keer proberen. Maar deze keer gaan we het wel in één keer halen. Want ik... Wat is mijn doel eigenlijk hier? Als in, waarom ben ik op dit eiland? Ik had lek. Oké, jongens, nu gaan we het halen. In één keer. Geen gezeik, geen gemaar. Geen gemaar en geen gezeik. Geen gezeik en geen gemaar. We kunnen het. Ik wil geen maar horen. Oh.
Oh, ja. Oké, we zijn er bijna. Zeg maar dat daar een checkpoint is op zijn minst. Dat ik heb geen... Anders ga ik met de waterval mogen. Dan ben ik het zat. Nee, ik ga met de waterval mogen. Als dat kan, dan kan ik vals spelen. Dat meen je. Meen je dit? Yeah, checkpoint. Lekker voor je tovenaar. Ik ben te goed voor jou. Oké, het spawnpoint, jongens. Sorry, Owen, ik heb je map een beetje vals gespeeld. Maar ik had geen zin om het nog een keer te doen. Ik zou als ik wil hier weer kunnen vals spelen, maar doen we niet. Ik beloof het. Ik beloof met alles wat ik heb dat ik niet weer zal vals spelen. Ik had nooit een contract getekend met jullie. Oké, deze ga ik echt niet cheaten. Dit checkpoint, het is het moeilijkste. Ik moet bewijzen dat ik gewoon een goede parkour guy ben. Dus ik ga me nu mezelf bewijzen. Ik beloof het. Deze keer echt. Oh, die sprong is moeilijk, hè. Dan moet ik helemaal langs zo'n blokkie. Ja, ik heb hem gehaald. De moeilijke sprong. Oh mijn god, en dan faal ik deze dat mee. Ik vind het een leuke map, Owen. Ik weet alleen niet waarom ik hier ben. Er is niet echt een doel voor mijn gevoel. Als in, waarom ben ik op dit eiland? Het is niet verteld alsof ik op een missie was of zo, weet je. Ik was gewoon in één keer bij een random dude genaamd Bob in de cave terechtgekomen. En ik moest hem helpen. Het was niet echt alsof ik hier was om de wereld te redden of zo. Maar, jongens. Bob is voor mij de wereld. Dus in tegendeel ben ik wel de wereld aan het redden. Ik ben er al bijna. Hier. Easy, jongens. Dit laatste parcours is het enige parcours wat ik gehaald heb. En dat was de moeilijke. Oké, okay, kom op. Yeah! Ja, we hebben hem. Ga naar de waterval aan de andere kant. Dat gaan wij doen. Hier is jullie prijs. Welke prijs? Ik heb helemaal niks. Tovenaar, wat is de prijs? Wat is de prijs, tovenaar? Er is niks. Oh, een kist. Elytra parcours. Oeh, dat heb ik nog in één keer moeten doen. Laten we, aangezien de checkpoint hier staat... Ja, hier. Dan maar één vuurwerkje pakken, want ik denk dat ik maar één vuurwerkje nodig heb. Oké, jongens, een elytra parcours. Let's go. Hoppakee. Ik denk dat ik door alle ringen moet en dat ze daardoor bij het goede plekje terecht komt. Maar dit heb ik nog geen één keer hoeven te doen in een map van een kijker. En ik vind het oprecht echt heel leuk. Kom op. Zeg niet dat ik nog een vuurwerkje nodig heb, want die heb ik niet bij me. Ik had meer vuurwerk mee moeten nemen. Nee, ik heb het niet gehad. Hoe kom ik naar boven weer? Moet ik helemaal klimmen? Nee, wacht. Ik ga gewoon verder. Wacht. Jongens, ik ga verder vanaf daar. Kijk, jongens, we gaan vanaf hier verder. Let op, hè. Let op. Gaan we zo? Juist, we hoefden toch nog maar één ringetje. Au. En dan gaan we hierin en dan landen wij in... Oh, maar deze moet onder water. Huh? Oh, ik ben al niet meer onder water. Wow, wat een mind dinges. Hier is het tweede item. Ik heb niks. Ik krijg helemaal geen items. Ga de portal in om bij Bob te komen. Oké. Bob, ik heb het helaas niet kunnen bemachtigen. Sorry, de tovenaar heeft gelogen. Het spijt me, Bob. Oh, fijn, jullie zijn er. Hebben jullie alles? Ik heb helemaal niks. Nee, ik heb het niet. Mag ik het? Ik heb niks. Hier, hier heb je een onzichtbaar item. Ik klik op Q. Alsjeblieft. Alsjeblieft, Bob. Je hebt het. Oh, fijn. Jullie zijn er. Hebben jullie alles? Ja. Ja. Nee. Ik heb niks gekregen, Bob. Wat wil je van me? Dankjewel. Nu kan de poort weer open. Bob, ik heb niks gegeven. Oké, dank je. Geen probleem, Bob. Het echt waar? Geen probleem, joh. Ik ben er voor je. Ik zal altijd... Alles voor jou, Bob. Jongens, Bob, die klopt niet helemaal. Er is iets mis met Bob. Oké, kan de portal weer in, hè, nu? Oh, nee, de portal was niet goed ingesteld. Waar zijn jullie nu? We zijn in een doolhof. Oké, daar komen er nog twee opdrachten aan. Het vliegtuig gaat bijna weer opstijgen. Komt zo snel mogelijk terug naar het vliegtuig. Oh, nee, dat ook nog. Oké, jongens. Het vliegtuig gaat bijna weer opstijgen. Daar is hij. Daar. Kijk, daar hebben we het vliegtuig. Dus ik moet zo snel mogelijk ontsnappen. Laten wij door het doolhof gaan. Wat zijn al die nametags daar? En dan komen er nog twee opdrachten aan. Zei Bob. En ik weet niet eens waar Bob was, maar blijkbaar kon Bob met me praten. Oh, jongens. Zou ik zo'n typisch YouTube-dingetje zeggen? Kan jij sneller liken dan dat ik het doel verlaat? Nee, maar serieus, like even de video. Kom op, jongens. Like even met je neus. Dat vind ik wel een hele leuke. Kan jij met je neus liken? Dat vind ik een goede opdracht. Ik ga gewoon naar de nametext toe, trouwens. Misschien dat... Ik heb hem gehaald. Het vliegtuig staat op in 5 minuten. Alleen nog een quiz. Hoeveel verschillende hoogtes waren bij het parcours? 3. 3 hoogtes. Wat was de eerste item dat je kreeg van de tovenaar? Magisch brood. Magisch steen. Magisch kristal. Magische walnoot. Ik heb niks gekregen. Ik ga voor de magische walnoot. Het is niet de magische walnoot. Het magisch kristal? Nee. Magische steen? Ja, het was een magische steen. Hoe heette de eerste villager die je tegenkwam? Bart. Alleen Bart was niet zo spraakzaam. Hoeveelste map is dit? Dit is de 4e map van Owen. Moet ik er nog één maken? Oeh, dat wordt een belangrijke. Ja, pas bij de 5k likes als ik 100 subs op mijn YouTube-account haal. Nee. Nee, grapje al. Grapje. Dat had lullig geweest. Wat gaan we doen? Pas bij de 5000 likes, ja. Of als ik 100 subs op mijn YouTube-account haal. Zullen we die gewoon doen, jongens? Gaan jullie gewoon even abonneren op Owen zijn YouTube-kanaal? Hoe heet Owen op YouTube? Dat gaat hij vast nog wel promoten. Dan doen we die. Pas als Owen 100 subscribers op zijn YouTube-account haalt. Ik zal zijn account-linkje in de beschrijving zetten. Ik denk dat Owen dat wel leuk vindt. Naar het vliegtuig.
Oh, zitten we weer in het vliegtuig? Hebben we het gehaald? Ja, we zitten erin. We zitten in het vliegtuig, maar wat nu? Knopjes klikken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Is het klaar? Is het over? Heb ik het gehaald? Ik snap er niks van. Ik denk dat ik hem gehaald heb, jongens. Alleen, yeah! Jongens, we hebben het vliegtuig gehaald. Ik ben me gaan Mission Impossible erop. Dus vandaar dat ik nu hierboven ben. Zo goed ben ik, dat kan ik gewoon. Leuke map. Jullie mogen een cijfer achterlaten. Het is waarschijnlijk een hele korte video. Maar jongens, even een geimpje. Ik ben op vakantie, dus ik moest heel veel video's voorbereiden. Tegen de tijd dat je deze video kijkt, ben ik al behoorlijk een tijdje weg. Misschien dat het je opviel dat ik zeg maar basically in de afgelopen video's alleen maar hetzelfde shirt heb gedragen. Besef ik nu pas. Dus sorry als de video korter is. Laat alsjeblieft geen boze reactie achter. Nee, maar oh, en dankjewel voor deze map. Kijkers mogen cijfer achterlaten. Dikke shout-out naar jou, man. Maar voor nu, mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Kabam! Dit is ook een map van een kijker die ik gespeeld heb. Een hele leuke map. Anders geef ik het zelf toe. Echt een leuke map. Dus kijk hem nu. Het is gewoon een goede aanrader. En dan nu spreek je later. Glasje water. Vier flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!